Ja, dat heb ik graag gedaan en speciaal daarvoor gekomen ook allemaal. We vonden het allemaal prachtig en boven was er ook nog wat, wat te zien. Hoe vaak trainen jullie nou? Twee keer in de week? Ja. En dan 3 uur achter elkaar? 1 uur. Ja. En doen jullie nog andere dingen of dans je alleen of zit je ook nog op korfbal of voetbal? Of, heren, dit is Team New Generation van Dance Studio Bennekom. Jongens en meisjes, dames en heren, we hebben zojuist genoten van een optreden van dit geweldige team. En eerlijk gezegd verbaast het mij, en waarschijnlijk jullie allemaal niet, dat deze topdansers vorig jaar Nederlandse kampioen werden. Zaterdag 25 juni reisden ze naar Ahoy Rotterdam om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap Nederlandse kampioen. Een geweldige prestatie. En daarom hebben de burgemeester en de wethouders van Ede besloten om jullie te eren met het jeugdlintje De Pluim. Wie van jullie durft dat? Wie kan het best? Ja, vind ik ook. Ja, zit erin. Oké, applaus. Er is nog een andere sport waar ze in uitblinkt en dat is voetbal. Liv is een veelbelovende voetbalster. Dat zagen ze ook meteen Liv mee met FC Twente en speelt ze competitie bij jongens onder de 15 bij VV Bennekom. Kortom, Liv is een hele veelbelovende atlete waar we vast nog meer van zullen horen. En voor haar prestaties krijgt zij daarom het jeugdlintje De Pluim van Ede. Dat is ook echt een heel serieus trainingsschema. In de voorbereiding naar het Nederlands kampioenschap trainde dit team 2 keer in de week. Maar voorafgaand aan die trainingen vindt een videoanalyse plaats van de eigen wedstrijden, maar ook de plaats van de tegenstanders. Ik kan erop nog inzien. Dus heeft eeuwigheidswaarde. Het kindercollege helpt even. Wie wil? Ja. Oké. Ja, neem het aan. Onderdeel spiralen. Een reur had ze 2 hoepels, zij staat hier, die verbonden zijn door dwarspijlen. Het is een heel spectaculair onderdeel van een gymnastieksport, een echte demonstratiesport. Prachtig om te zien. Denk bijvoorbeeld aan Cirque du Soleil, waar ze dan rondtollen in van die raam, die aan zijn zelfdiscipline te danken heeft. Zo vertelde zijn trainster ons. En daarom krijg jij, Akila Zida, de pruim van Ede. Vissen, zag hij zwarte rook uit een raam van een woning komen. Hij kwam direct in actie en belde 112. En omdat hij lid is van de jeugdbrandweer, weet hij als geen ander dat je bij brand heel snel moet handelen. Samen met een paar omstanders ging hij naar binnen. Daar heeft hij geroepen en gesommeerd dat iedereen de woning moest verlaten. En zelf heeft hij een meneer ondersteund de wethouders van Ede. En daarom krijg jij, Sander van Dijk, de pluim van Ede. Jaren al wordt ze getraind door Sjoukje van Hul. Vorig jaar deed Maudie mee aan het NK Jazz en Showdance in Rotterdam. Ze danste individueel en met haar team. Voor de finale in Rotterdam reisde ze met haar moeder, opa en oma naar Bloemendaal en Zee, waar ze de rest van het weekend hebben genoten tijdens de danswedstrijd We Know You Can Dance. En voor deze geweldige prestatie krijgt Maudie de pluim van Ede. Staan voor de fotograaf. Ja, dan sta ik allemaal voor jullie gezicht. Kijk, hoe het zo. Ik vind het goed,
stellen? Oké. Okay. Doe hem lekker hoog. Ja. Zij werden op 7 juli 2021 geïnstalleerd als kindercollege na een hele spannende sollicitatie. Spannend. Want de kinderen die mee wilden doen, die moesten een echte pitch geven. Dus ze moesten een... De grote wethouder, dus op alles. Ja? Levi? Ook bedankt. Kiki, van harte bedankt. En Sophie, sorry, Josephine, ook van harte bedankt. Nog één keer een applaus voor de kinderen.